Stel u zelf voor in exact 30 seconden. Ik ben Sarah Smeijers. Momenteel ben ik federaal parlementslid. Ik ben ook schepen in Aals, de vroegere OCMW-voorzitter, nu schepen van sociale zaken. Ik doe de overstap naar het Vlaams parlement. Ik kandideer op de tweede plaats voor Oost-Vlaanderen. Mijn leuze is Vlaanderen op 1, Sarah op 2. Ik heb ook twee uh, jonge kinderen die het grootste deel van mijn uh, vrije tijd opslorpen, maar ik sport ook graag en ik maak heel graag tijd voor mijn vrienden. Waarom stapt u in de politieke strijd? Voor mij is het geen eerste stap in de, in de politiek, wel de eerste stap uh, richting Vlaams parlement. Ik ben al twaalf uh, jaar federaal parlementslid. Ik heb daar uh, commissie Justitie gevolgd en ook het uh, asiel- en migratiebeleid van heel, nauw, uh, van heel nabij opgevolgd. En het is uh, tijd voor iets anders. Ik ben al zes uh, jaar, zeven bijna, uh, schepen van Wonen en van Sociale Zaken, de vroegere OC&W-voorzitter in Aalst. En ik merk toch dat, dat, allemaal, dat daar allemaal bevoegdheden liggen die eigenlijk bij Vlaanderen eh, horen. Of waar je dan een uh, Vlaamse minister zou kunnen over interpelleren. Dus dat is mijn uh, ambitie om uh, mijn lokaal beleid en het uh, Vlaamse beleid, als ik uh, de manco's zie die Vlaanderen kan oplossen, uh, dan zou ik daar graag uh, de ministers, de toekomstige ministers, over uh, interpelleren om zo'n uh, beter Vlaanderen te maken. Hè. Welke quote heeft u gekozen? Ik heb uh, als quote gekozen de slogan die ik op mijn uh, affiches nu uh, heb gezet. En dat is Vlaanderen op één, Sarah op twee. Ik sta op de tweede plaats uh, in Oost-Vlaanderen voor het Vlaams parlement. En uh, je ziet het hier al. Uh, of misschien straks aan het attribuut dat ik uh, mee heb gebracht, maar uh, ja. Dat, Vlaanderen zit gewoon in mijn DNA, in mijn genen. Ik moet daar geen moeite voor doen om mij uh, Vlaamse of Vlaams nationalist te noemen. Dat, uh, dat is een deel van mezelf. Dus uh, het klopt ook echt als ik zeg Vlaanderen op één, Sarah op twee. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Mijn uh, grootste politiek voorbeeld, sorry, ik ga ni misschien niet verrassend uit de hoek komen, maar is, uh, is en blijft uh, Geert Bourgeois. Uh, Geert is de man die ja, ondertussen minister-president uh, is, maar uh, is ook degene die ooit als enige voor NVA in, uh, in het parlement heeft gezeteld. Toen wij uh, alleen in West-Vlaanderen de kiesdrempel haalden. En voor mij is uh, hij het voorbeeld van een, uh, van een overtuigde doorzetter, een bezieler van het uh, Vlaamse gedachtegoed, uh, die ja, door weer en wind uh, voor NVA en voor Vlaanderen gestreden heeft en onze, onze partij meegebracht heeft tot uh, waar we nu staan. Dus hij blijft mijn uh, grote politieke voorbeeld. Ja. Wat zijn uw politieke interesses? Oh ja, die zijn eigenlijk zeer, zeer divers. Ik weet nog ooit dat ik asiel en migratie toegewezen kreeg. Ik weet nog hoe dat gegaan is. Dat was op een fractievergadering. Uh, waar we nog maar met, toen het federaal parlement met zes uh, fractieleden waren, net uh, uit het kartel uh, CD&V en N-VA gegaan. En dat uh, Bart de Wever uh, zei, ja, iemand moet dat dossier beginnen opvolgen. Uh, dat gaat uh, belangrijker onbelangrijker worden. He, de visionair heeft gelijk gekregen. Uh, iemand moet dat hier doen. Smeijers, kunde jij dat niet doen? En ik dacht, oh man, asielzoekers, ik weet ik daar allemaal niks van, wat moet ik daar... En ik ben me daar dan in beginnen verdiepen en dan uh, lukte dat wel en heeft dat mijn uh, interesse gewekt. Dus ik heb wel een, een brede politieke interesse. Ik ben jurist van opleiding, zit ook in de commissie justitie, maar wilde toch ook bewust de commissie binnenlandse zaken blijven volgen om dan dat uh, asiel- en migratiedossier uh, verder te kunnen vormgeven en dan een beetje de steun van, uh, van Theo te kunnen zijn. Dat was soms toch nodig in het, in het parlement. Dus ik heb uh, wel veel interesses. En dan ook als schepen van, uh, van sociale zaken, van welzijn, van wonen. Uh, is dat ook een departement dat ik heb leren kennen, waar ik mij heb moeten in inwerken. En dan leer je daar ook uh, de interessante dingen van kennen. Hè. Dus dat, is dan, uh, dat zal nu mijn nieuwe toewijding worden. Ik weet niet of ik eh, al veel te willen zal hebben, maar ik zal dan aan uh, de, mijn toekomstige fractieleider in het Vlaams Parlement toch uh, vriendelijk vragen of het uh, mogelijk zou zijn om, uh, om die bevoegdheden die ik, uh, die ik als schepen toch wel, ik durf toch zeggen, onder de knie heb ondertussen, om daar dan uh, met die ervaring die ik in een, in een centrumstad heb opgedaan vanuit armoedebestrijding, armoedebeleid, woonbeleid. He, vooral ook uh, taalkennis bij, uh, bij mensen die op een wachtlijst staan voor sociale woningen. Dat zijn allemaal zaken waar, dat, waar dat theorie en praktijk toch wel ver uit elkaar liggen. En uh, waar ik hoop toch een uh, steentje te kunnen bijdragen hier uh, aan de wetgeving en dus ook aan de maatschappij. Wat kan er anders en beter in de politiek? Wat mij van in het begin gestoord heeft, is de traagheid waarmee alles. Uh, ...beslist wordt. Dat is immens. En ik zie dat nu ook. En ik hoop eigenlijk dat het Vlaams parlement daar een andere cultuur in heeft. Maar in het federaal parlement zie je dus nu... ...we zitten in onze laatste vergaderweken... ...hoeveel bijkomende commissies, spoedvergaderingen... Eh, ja, waar, ...waardoor dat dus eigenlijk bewezen wordt... ...dat het nu in één keer allemaal snel, snel moet gaan... ...en dan kan het ook. Dus eigenlijk hoeft niet alles per se traag te gaan... Maar doordat dan in het begin van de legislatuur het lijkt of je een zee van tijd hebt, ja, gaat alles gewoon traag. En dan in een keer, in het laatste half jaar, kan het dan wel vlot gaan. Dus ik hoop dat dat toch ooit uh, nog kan veranderen. En dan ook gewoon praten om te praten en vergaderen om te vergaderen. Ik ben moeder van uh, twee kinderen. Het kan efficiënter. Uh, ja. Dus ik hoop dat dat. Hier in het Vlaamse parlement al enigszins anders is. En als het niet zo is, hoop ik daar toch ook uh, enige invloed op te kunnen uitoefenen. Uh, Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb uh, een oud voorwerp uit de kast gehaald. Het was uh, mooi gestreken, was ik zelf van verbaasd. Uh, mijn oud giro Ik heb mijn uh, jeugd gesleten bij Giro Shalom in Aalst en ook uh, vooral in het uh, jeugdhuis, er Vlak Naast. Um, en je ziet dat ik uh, op mijn girohemd toen al het uh, embleempje van Vlaanderen had. Uh, bij andere jeugdbewegingen, Scouts en KSA, is het denk ik verplicht om dat op het, uh, op het hemd te naaien. In de Giro is dat niet zo, maar ik had het, uh, ik had het er toch al op laten naaien door mijn moeder. Um, en ik vind dat... Allee, Giro was een is een groot deel van mijn jeugd geweest. Ik heb daar nog heel veel vrienden aan overgehouden. Maar het heeft mij, mijn Giro-jaren hebben mij overtuigd van mijn politiek engagement en hebben mij zelf bewust gemaakt van het feit dat ik uh, mij politiek wilde engageren. En uh, waar ik dat uh, het, het meest bewuste uh, heb ervaren was bij uh, De Witte Mars in 1996. Um, ik, ik was toen nog geen leid leiding, ik was 16 jaar. Uh, ik was aspirant en ik heb onze leiding overtuigd om deel te nemen aan die Witte Mars. Niemand stond daarbij stil. Dat was op een zondag, dus het was Giro. Uh, en niemand had daarover nagedacht om uh, de activiteit uh, te veranderen en naar Brussel te trekken om uh, aan die toch memorabele Witte Mars uh, mee te doen. Het was een uh, mars om het falen van justitie aan te kaarten. Uh, en eigenlijk ook een beetje een, een steun aan de slachtoffers van uh, Marc Dutroux en aan de de familieleden van die slachtoffers. En ik heb toen uh, beseft dat niet iedereen zich altijd zo sociaal of maatschappelijk uh, wil engageren, maar dat ik dat heel hard uh, wel wilde. En daar is eigenlijk het, uh, het besef gegroeid van misschien is, uh, is politiek toch wel uh, iets voor jou. Nooit gedacht dat ik er mijn beroep ging van maken. Ik wilde gewoon als vrijwilliger meedraaien in een politieke partij, want mijn keuze voor de NBA was toen, of de Volksunie toen nog, was toen nog niet, uh, nog niet gemaakt. Ook al zat Vlaanderen wel al in mijn hart, maar ik had me daar eigenlijk nog niet echt in verdiept. Gaandeweg is dat uh, wel duidelijk geworden. En ik heb nog een, uh, een ander, misschien iets minder uh, plezant, attribuut mee. Het is, het, uh, het is een recent uh, kaartje. Het is het rouwkaartje van, uh, van mijn vader, die... Uh, op 30 maart is overleden, dus dat is nog, uh, nog heel recent. Uh, mijn papa is eigenlijk uh, van mijn twee ouders, degene die mij de Vlaamse overtuiging heeft uh, bijgebracht. Ook eigenlijk meer omvloerst. En door zijn commentaren die hij altijd gaf bij, uh, bij het kijken naar het journaal, uh, heb ik eigenlijk zo wat geleerd, uh, wat wel en niet uh, voor hem uh, juist was. En heb ik mij daar ook een beeld en een visie over gevormd. Hij was eigenlijk mijn, uh, mijn, mijn trouwste fan, mijn uh, grootste supporter. Als ik uh, in het federaal parlement op uh, Villa Politica verscheen, dan belde hij altijd. Ik zie u op tv. Ik dacht, ja, dat is goed. Maar ik ben dus nu wel aan het werken. Ja, oké. Okay. Dus uh, hij gaat nu niet meer bellen. Uh, als ik in het Vlaams parlement... Uh, op televisie verschijnt zal uh, hij niet meer bellen, maar ik hoop dat hij ergens toch nog, hij zit in mijn hart, maar dat hij ergens toch nog uh, erbij blijft. Hij hoopte altijd dat de Vlaamse onafhankelijkheid iets was dat nog tijdens zijn leven ging gerealiseerd worden. Ik hoop dat ik uh, zijn droom in vervulling kan brengen samen met mijn partij.